Dames en heren. Hartelijk welkom namens het gemeentebestuur, ook hier goed vertegenwoordigd, in ons mooie cultuurhuis, de Bijenkorf, de huiskamer van Borne. En mensen die hier al vaker geweest zijn op deze dag, die herkennen mijn traditionele openingsvraag. Dus ook dit weer dit jaar. Is er nog iemand in de zaal die niet weet waarom we hier zijn? Hou zo. Nog even dan. Maar wel geweldig, deze bomvolle zaal in het cultuurhuis. Hartstikke mooi dat u er allemaal bent. Ook mooi om te zien dat alle generaties vertegenwoordigd zijn. Ik heb ook veel jongeren gezien. Heel erg mooi. Een teken dat het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven in Borne springlevend is. Maar ik zie het ook als een signaal dat velen met hun aanwezigheid hun waardering willen uitspreken richting hen die vandaag gedecoreerd worden. En dan zou ik nu graag naar voren willen roepen de heer Bart Jacob Hogeweg. Bart, 69 jaar en geboren in Borne. U wordt gezien als een zeer initiatiefrijk persoon, als een echte krachttrekker. Het organiseren zit u in het bloed en daar heeft de Bornse gemeenschap veel baat van. U bent een doener met veel aandacht voor vernieuwing. En u bent in staat om op een plezierige wijze anderen bij activiteiten te betrekken en te enthousiasmeren. Vanaf 1997 tot nu bent u bestuurslid, maar ook vrijwilliger voor het museum Heemkundevereniging Borne. U begon als vrijwilliger in 1997 en werd in 2006 benoemd in het bestuur van de Heemkundevereniging Borne. In deze functie bent u verantwoordelijk voor het PR-beleid en het onderhouden van de website. Als vrijwilliger organiseerde u het Twents kwartiertje. Hierbij werden gedurende een aantal dagen kinderen van basisscholen geïnformeerd over de Twentse geschiedenis, producten en gebruiken. U verzorgt ook de exposities die worden gehouden. Enkele recente exposities die te noemen zijn Borne 70 jaar bevrijd, de expositie Boeren erven en de expositie over de familie en het bedrijf Spanjaard. En omdat u tevens vrijwilliger bent voor het museum Bussemaker, ik had natuurlijk moeten zeggen de Heemkundevereniging in Borne en hier als vrijwilliger voor het museum Bussemaker, ik heb er twee bij elkaar getrokken, bent u de schakel tussen deze vereniging en het museum. Dat leidt ertoe dat beide organisaties bij culturele evenementen veelal samen optrekken en initiatieven ontwikkelen. Een goed voorbeeld hiervan is Kerstmis in Borne, in Oud-Borne. Ik zei het dus al, u bent ook vrijwilliger voor het museum Bussemakerhuis. Vanaf 2009 bent u betrokken. Met veel enthousiasme vervult u de rol van onder andere gastheer, hetgeen inhoudt dat u gasten ontvangt en rondleidt. Ook bent u hier manager van alles. U onderhoudt de tuin, voert kleine reparaties uit en verzorgt het drukwerk. Vanaf 2006 tot op de dag van vandaag bent u ook vrijwilliger van het Filmhuis Hengelo. U zorgt bij het Filmhuis ervoor dat er 4 avonden in de week een film van niveau draait in Hengelo, naast een aantal matinees op vrijdag en zondagmiddag. U maakt zich verdienstelijk als operateur en dat wil zeggen dat u ervoor zorgt dat de film die digitaal aangeleverd wordt door de distributeur in de projector wordt geladen. Dit doet u samen met andere operateurs. Tevens verzorgt u rondleidingen aan de jeugd in het Filmhuis. U bent ook jarenlang, van midden jaren 70 tot 2003, voorzitter, oprichter en vrijwilliger geweest van de ziekenomroep Hengelo. Mede oprichter, en u was daar vrijwilliger en dat vervulde u en als voorzitter de functie zo'n 27 jaar lang. En een bijzondere noot is dat uw kennis van automatisering van groot belang wordt geacht door de vereniging waar Bart als vrijwilliger actief voor is. Zijn kennis zette in bij de steeds belangrijker wordende communicatie, middels de verschillende media. Met de leden en andere organisaties welke binnen Borne op het gebied van cultuur bezig zijn. Los van al zijn verdiensten is hij de vraagbraak voor veel oudere Bornenaren op het gebied van computers. Hij is de helpdesk voor veel ouderen en maakt voor hen de digitale wereld groter. Wees maar bescheiden. Hij heeft zelfs gedurende vele jaren aan ouderen computercursussen gegeven in Hengelo en in Zenderen. En tot slot, ook is Bart torengids en verzorgt rondleidingen in de toren van de hervormde kerk van Borne. En gelet op de genoemde vrijwillige verdiensten voor de Bornse gemeenschap, maar ook vanwege uw organisatorische en sociale kwaliteiten, heeft het zijn majesteit de koning behaagd u, heer Bart Hogeweg, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gracias.
groen pas. Ja. Oké, okay, ja, leuk. Dank je. En een bordje bloemen. Ja. Kan je altijd mee thuiskomen? Dat kan voor mij thuiskomen.